je het eigenlijk alleen maar dom als je niet ontbijt. Crackers, muesli, melk en fruit. Het is tijd voor het nationale schoolontbijt. Leerlingen van de vloedlijnen Julianadorp ontbijten vandaag op school met de burgemeester. Nou, vindt u uw ontbijt heel gezond? Overal waar tuffen voor staat is niet goed, hè. Dus ik heb nu alweer 2 plakjes kaas op. Maar een beetje boter en een komkommertje erbij. Dus dat is redelijk gezond. Simone Koster, lekker aan het ontbijten hier op school. Gebeurt het genoeg? Het gebeurt genoeg. En we vinden het wel heel belangrijk om het onder de aandacht te brengen. Hè, om ervoor te zorgen dat er aandacht is voor een gezond en goed ontbijt voor de kinderen. En met een goed ontbijt zorgt er gewoon voor dat ze scherper zijn. En dat ze beter kunnen leren. En we vinden het ook ontzettend gezellig om samen te ontbijten. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. En dat het ook goed is dat er het nationale schoolontbijt er is. Ja, uit onderzoek is gebleken dat er eigenlijk te veel kinderen in Nederland 's morgens niet of slecht ontbijten. Het heeft niet altijd te maken met te weinig geld hebben om ontbijt, maar het heeft ook gewoon te maken met haast. En ik denk dat het op school ook wel gebeurt, dat de leerkrachten ook aandacht hebben voor hoe het thuis gaat. Dat ze in ieder geval proberen om de ouders bij te brengen hoe belangrijk ontbijt is. Lars, ga je nog wat op die boterham doen? Ja, kaas. Kaas. Ja. Dankjewel. Wat vind jij het belangrijkste aan het ontbijt? Dat je goed eet. Want als je goed eet, dan kan je langer door en dan heb je meer energie.